Yo mensen, toch in deze video. Mijn naam is Wesley van Westbourne 1999 Met vandaag weer de, uh, de career mode met Bradford City FC. Ik wou bijna wel terminijden te zeggen, maar die was natuurlijk in de vorige EA Sports FC. En ja, sorry dat er dus geen commentaar zit onder de video van woensdag. Maar dat gaat te maken, ik was dinsdag zo druk op mijn werk. En ik had de video wel al opgenomen in het weekend, zeg maar gespeeld. Maar het inspreken doe ik altijd op de avond daarvoor. Maar ik was zo moe. En ja, weet je, die ochtend moest ik ook weer vroeg eruit. Dus vandaar dat ik er mijn muziek onder had gezet. Sorry jongens, neem me niet kwalijk. U hebben sowieso de video wel gehad. Zoals jullie gewend zijn. Maar dan zonder commentaar. En nu gewoon weer met commentaar. Deze wedstrijd wedstrijding nou gaan komen hier tegen Rotterdam United. Of met, hoe mij nou? Met Bradford City FC. En morgen, morgen kunnen we natuurlijk gaan genieten van de vlog. Want ik ga naar Halloween Friday nights in Wiley Holland. En uh, ja, wie ons nog kent. Een reunie van WJTV. Ik zal even uitleggen. WJTV was in 2018 een YouTube kanaal. En dat is toen door de russies tussen mij en Jack gestopt. We hadden 117 vlogs. We elke dag. We gingen naar Duinerel. We gingen naar Madame Tussauds. Uh, we hebben alles wel een keer meegemaakt. Ik heb opgesloten gezeten. Jack is gewoon in de bosjes. Jullie, zien, jullie, jullie hebben de trailer gezien. Er zijn nog een paar oude beelden die bewaard zijn gebleven van die tijd. Uh, voor de rest is dat kanaal ook verwijderd. bestaat niet meer, jammer genoeg. En dan zou ik jullie het echt heel graag willen laten zien, maar ja, sorry, het, het gaat dus niet meer. Um, maar dat komt dus eenmalig terug. Ik en Jack en nog een paar vrienden, maar ronden, dus ook Jack, die komen eenmalig terug met WE TV. En um, het wordt dan ook, het is voor mij vlog 11, volgens mij of 12. Maar ik doe tussen haatjes vlog, vlog 118, want we zijn bij vlog 117 gestrand. En uh, ik ga er vlog 118 van maken, uiteindelijk toch nog een 8, 118e vlog. En um, ja, superleuk dat het nog voor één keer terugkomt. Misschien dat jullie zo nu en dan wel check gaan zien. Misschien in een crossbar challenge of in een andere voetbal challenge van de zomer. Maar misschien met andere vrienden ook. Maar sowieso uh, nu dus de vlog naar Friday Nights. Dus ik hoop dat jullie morgen. Jullie zien hem dan zondag, denk ik. Morgen ga ik erheen, dus morgen film ik daar de hele, de hele dag. En dan morgen, zondagochtend zat hij op het kanaal. Zou dus het kanaal in de gaten zondag en missen niks. En natuurlijk maandag gewoon weer de career mode uh, met Feyenoord. Dat probeer ik trouwens allemaal zaterdagavond nog te spelen. Anders zondag op de dag nog. Dat kan ook nog. Want ik ben toch uh, wakker. Vroeg wakker. Ik ben op, het is om 11 uur klaar, Friday nights. En dan, ben, dan zijn we rond een uur of... Um, wat zou het zijn? Twaalf, half één hier thuis. Dus dan kan ik op zich nog op de Xbox. Mits ik niet uh, doodop ben natuurlijk. <laughs> ja. Dat kan zomaar na zo'n drukke uh, dag. Uh, hier gaan we nu door. Hier waar we 1-0 voor staan in deze wedstrijd. Het is een bekerwedstrijd. bsm Tropy. We staan nu 2-0 voor. Let's go. En zo, uh, ja, toch wel een, een mooie voorsprong te bakken van 2-0. Tussen de tweede helft. Oh, 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 oh. Ho, 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 zo. Mijn insta het geluid blijven hangen. staan. heb je het ook eens dat je wegswuipt en dan gewoon dat die video blijft staan. Ik zet gelijk even mijn geluid zachter. Dat zou maar niet nog een keer gebeuren. Maar dat je dus wegswuipt van insta en dan blijft hij gewoon staan, zeg maar. Ja, ik, dat heb ik dus nu net. <laughs> uh, anyway, we staan nog steeds 2-0 voor hier uh, in deze bekerwedstrijd. En het wordt geen 3-0. Rebound dan toch nog. Jazeker 3-0. Uit rebound. Rebound. Rebound 3-0. Voor Bradford City FC. De ploeg van Gullit. Die natuurlijk wil promoveren naar de League One. De Championship. En dan Premier League. Maar we moeten ook wel het wedstrijden gaan simuleren. Want als we ook wedstrijd gaan spelen. Of de hoogtepunten zo nu en dan. Want we moeten wel een beetje snel door het seizoen er gaan heen gaan natuurlijk. Patterson. Wordt lichtelijk van de bal gezet. Hij behoudt toch. En dan wordt het nog 4-0. Ja, dan is er geen twijfel over mogelijk dat wij doorgaan naar de volgende ronde van de Bekertrooi. De BSM Trophy. Want de proef van Gullit staat 4-0 voor. En het kan eigenlijk niet meer fout gaan. De laatste 10 minuten die zijn ingegaan. Komt hier nog een uh, vrije trap aan. Voor de tegenpartij. Hier een vrijtrap trap opnieuw voor de tegenpartij. Williams. Williams. Williams op zoek. Dak. Schot geblokt. Reset. Kafing niet. Toors. goed bij Ibitson. Ibitson, Kans voor een 5-0. En die valt ook. 5-0. 5-0 voor Bradford City FC. Ongelooflijk mooi gedaan. En 5-0 staat het. En het was al beslist, maar nu het al helemaal. Voor de ploeg van Ruud Gullit en zijn assistenten Davids en Fraser. We gaan door. We hebben competitiewestijden nog in deze aflevering. Voor mij twee die we sowieso de hoogtepunten van gaan spelen, als ik het goed herinner. En ook wat wedstrijden die we snel gaan simuleren. En dan gaan we de volgende aflevering dan hebben. We de laatste 16, als ik me herinner, tegen in de Carabao Cup tegen Leeds United. Ja, we kunnen geen spelers van onze jeugd overzetten, want hebben we hebben gewoon het geld niet. Ik moet echt wat spelers gaan verkopen in de wintertransfer. Om dan gewoon onze jeugdspelers te kunnen uh, toevoegen aan de selectie. Dat is altijd het idee geweest. Maar ik heb zoveel geld gegeven op het laatste moment nog aan. Volgens mij was dat Adi, onze spits. Dat heeft, ons dat, dat heeft ons gewoon genekt. We hebben 25 euro op de bank staan. We zijn uh, niet failliet, maar we doen het goed. En hier krijgen we ook natuurlijk weer het geld voor. Snel simuleren. Kijk 3-2. Simulerend weten we ook te winnen. 3-2 gewonnen. Dus competitie zijn we nog steeds bovenaan. En nu tegen de nummer 12. Ook dat vertrouw ik wel te simuleren. Even wat reageren op berichten. Ja, sorry. Ja, die scout gaat dus niet meer. Want die is verlopen. En zo tik de tijd dus door. En deze wedstrijd hebben we ook gewonnen. Nou, het gaat goed. Nu weer, nu weer tegen deze tegens. Dus was het niet, net, net niet ook al. Maar nu voor de competitie dan. Op 23 oktober. Even wat berichten weer lezen. wat mails. Oké, okay, ja, sorry. Jeugdspel. Of hebben alleen spelers De leenspelers. 10 minuten niet krijgen. En we gaan. Uh, dan maar even ons doelman. Want de andere twee kunnen niet. Zijn te jong. Dan gaan we. Car. Car. Onze doelman. Van de jeugd. Gaat in de basis staan. Hij gaat de oudere. Walker. Toen vergeten. Tenminste, daar gaan we vanuit. Nog een jeugdspeler. Dus uh, in het veld. 51 algemeen. Hopen dat hij goed gaat groeien. De Engelsman gaat zijn eerste wedstrijd spelen hier. Waar we de hoogtepunt van gaan spelen. En we kijken of hij de 0 of die, of, of die kan houden in zijn eerste wedstrijd onder de lat. Hij krijgt de kans van Ruud Gullet in ieder geval. De eerste aanval is voor Bradford City. Ali. Ali. Komt daar langs. Dan kan het 1-0 worden. Ali. Ja hoor. Hij doet het weer. Ali 1-0 voor Rot... Voor Bradford City. Ik zeg elke keer: dat, 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 dat is niet meer. Dat is niet meer. En door, we nu oppassen voor de tegenpartij die eruit komt. Ja, goed verdedigd. Hier de bal dan voor Smit. Nu uiteindelijk een hoekschop in de 17e minuut. Hutton. Bal komt voor. Opvang hier uiteindelijk nog. En de kan onderkant lat. En niet erin. Bal blijft behouden voor Bradford City. Maar uiteindelijk nog onderschept. En nu Gillingham weer de ploeg met de aanval. Ze komen ertussen hier. Toonstra. Goede paas. Nee, toch al uit het spel. Geen goede paas. 26 nu. Gillingham. Dat is helemaal slecht gedaan door, door de tegenstander. Nog steeds is zelf. 37 minuten. Nog steeds 1-0. Voorsprong voor Rotterdam. Nou jongens. Voor Bradford zit ik weet niet waar. Ik heb in mijn hoofd nog bij de, oude, bij de oude serie, denk ik. Nog steeds is zelf. 41 minuten. Hier Kata. Tweede helft. Nog steeds. De voorsprong van 1-0. We houden het vol tot nu toe. Maar ook nog niet echt kansen gezien van uh, ja, de tegenpartij. Nu dan, de counter. Ja, hier Adi. Adi is er langs. Adi moet dan 2-0 zijn en dat is het niet. Komt er nog een kans hieruit dan. Jas dat schot, maar in de handen van de doelman. Nu 67. Komt eraan, vrije trap voor uh, Gillingham, of Gunning, Gillingham. We hebben uiteindelijk hier voor uh, Gillingham opnieuw met een verre voorzet Dat is zo vlak voor tijd. Wordt het nog onderschept? Nee. En dan uh, hebben we nog in de 89ste minuut een kans voor Brentford. Nu zeg ik het wel goed. Brentford City. Nu dan. Nu dan. Wie niet? Het blijft 1-0. Hier in deze competitiewedstrijd. In de League 2. Blijft dus gewoon in eerste staan. Nu spelen wij tegen de nummer 6. Hij is blij dat hij gespeeld heeft. Hij droomde van een de En hij heeft het ook goed gedaan. Want hij heeft een 0 gehouden. Onze doelman. En nu wacht ons de volgende wedstrijd hier tegen Barrow. Ook die gaan wij snel simuleren. Maar ging even kijken naar het kalender. En dan hebben we dus uh, below. Of below. Below, dat is uh, morgen bij Friday Night. Het is een uh, spookhuis waar je doorheen kruipt en loopt. Uh, 3-2 gewonnen. En met een goed gevoel dus naar de wedstrijd tegen Lietje Night. Het is voor de volgende aflevering. Ik vind het echt kijken deze video. Dat ik meteen heb je een gedaan. En zeg ik, tijd is als nu. Later. Doei, doei.